Kijk, fotografie is niet zo moeilijk. Nee. Die techniek, ja, je kunt er een studie van maken. Technisch is niet zo moeilijk. Technisch, nee, als je weet hoe die camera is en je kiest uit wat je wilt gebruiken. Maar het gaat om, ik ben nieuwsgierig al. Voordat ik ging fotograferen was ik al ontzettend nieuwsgierig. Ja. En ik was een eenzaam, stil jongetje, maar kijk. Ik keek naar alles. Ja. En ik ben opgegroeid in mijn prille jeugd in de Planzuid van Berlage. En daar zijn een groot aantal architecten bezig geweest. En het is zo waanzinnig. Daar heb ik leren kijken. Ja, ja, ja. Naar huisdeuren. Naar de mensen die eruit kwamen. Naar huisnummers. Naar poortjes. Naar straatjes. Steeds allemaal weer anders. En dat fascinerend. Maar mijn vraag is eigenlijk, hoe vind je, want je fotografeert nog steeds, je fotocamera zit altijd daar. Hoe vind je op dit moment nog steeds de uitdaging? Omdat ik nog steeds nieuwsgierig ben en ik zit woordenvol met plannen. Yes. Ja. Die ik ook allemaal ken, die jonge mensen. Ja. Ja. Hoe is je keuze hier? Nou, ik fotografeerde in de jaren 50 en 60 op de jazzconcerten, nachtconcerten in Amsterdam. Ja. De jazz was mijn jongelingen muziekhobby. Ja, ja, ja. Nu hebben ze allemaal die popmuziek, maar dat bestond toen nog niet. Nee. En vlak na de oorlog, ja, toen waren we van die kleren Duitsers af. En Amerika was toen, en toen kwam die jazz. Heb je er een favoriete bij, dat je denkt, daar ben ik echt... Ja, dat is, nou, ik heb dit samengesteld, ja, een paar weken geleden, vanwege die affaire in Amerika, met die, dat ontzettende gediscrimineren. Ja, ja. En toen dacht ik, ik ga alle jazzvoerders van de blacks ga ik ophalen. Ja, ja. Als een eerbetoon aan de blacks. Deze. En ik heb een 14-daagse column in Argus. Oh ja. Ja, en daar schrijf ik een stukje bij een foto. En toen heb ik bij deze foto heb ik opgezocht wat hij toen heeft gespeeld. Echt. En onder andere heeft hij gecomponeerd A Hymn to Freedom. En dat heeft te maken met de slavernij, met de bevrijding en wat dan ook. Ja, ja. En het is een waanzinnig stuk muziek. Ja. En dat heb ik keihard in de studio gezet, jongen. Ja. En toen dacht ik, die foto... Toen raakte hij helemaal in de moed. Ja, en toen heb ik daar een stukje bij geschreven. Dat ligt hier op tafel. Kan je lezen? Ik zo kijken, ja. Ja, ik kan je lezen. Ja, ja. En toen heb ik gevloekt, jongen. Nou, het staat er allemaal in. Het staat er allemaal in. Zal ik pakken het stukje? Even kijken. Ja. Oh, hier ligt het. Ja, en daar ligt het. Ja. Kijk. Ja. Oh, wat goed zeg. Ja, ja, en het ligt hier ter inzage. Ja, ter inzage, maar hier heb ik een kopietje van gemaakt. Ja. Met die pagina. En dit is het kleine columnstukje wat ik heb geschreven. Lekker kort geschreven. Ja, ja, ja. En dat is een Hymn to Freedom. Uit mijn collectie jazzfoto's komt ik nu het portret van Oscar Peterson daar. Ja. Ja, ik vind een mooi portret ook met dat lichtlijntje. Heel mooi. In die contour, weet je. Ja, en heel dan mooi. Ik hou wel van horizontale foto's. En kijk, ook geraffineerd dat hier die piano, die toetsen zijn hier. Maar je ziet waar je naar kijkt. Ja. Piano is niet nodig. Nee, is niet nodig, nee. Nee. De kunst van het weglaten. Ja, de kunst van het weglaten. Ja, prachtig.